Hans, het buitenlandse nieuws wordt nog altijd gedomineerd door de oorlog in Oekraïne, maar intussen zien we dat de COVID-pandemie nog altijd in alle hevigheid woedt in China. Een stad als Shanghai, een economische metropool, zit daar al maandenlang onder een strikte lockdown. Hans Bevers, chief economist bij de Groof Peterkamp. Dat zero-COVID-beleid in China is niet onbesproken. Waarom houdt het regime eigenlijk vast aan zo'n strikte aanpak? Wat staat er op het spel? Er zijn verschillende redenen inderdaad. Dus voorlopig blijft dat beleid fors aangehouden. Dat is ook echt wat de Chinese overheid heeft aangekondigd bij de politbureau-meeting begin mei. Ja, verschillende redenen. Ten eerste, er is een lage immuniteit onder de oudere bevolking. Ten tweede is het ook zo dat de vaccins niet optimaal werken. Verre van eigenlijk. En dan is er ook nog een befaamde studie, een recente studie van de Universiteit van Fudan in Shanghai. Die stelt dat ja, als alle maatregelen los worden gelaten, dat je dan zou kunnen komen te zitten met zo'n 1,6 miljoen doden. Dus dat is toch een belangrijk gegeven ook. En wat mogen we voor de komende maanden verwachten? Hoe lang kan men dat eigenlijk nog volhouden? Want intussen horen we wel dat de bevolking zich ook begint te roeren. Hè? Ja, inderdaad. Dus het is een moeilijke evenwichtsoefening tussen enerzijds de gezondheidssituatie en anderzijds de sociaal-economische impact. Dat staat er op het spel. En ja, het is wel vandaag heel duidelijk dat Xi Jinping zegt dat zijn beleid niet moet gecontesteerd worden. Dus wat een beetje een goed nieuws is, is wel dat de piek van de besmettingsgolf voorbij lijkt te zijn en dat er hier en daar echt wel versoepelingen zijn. Dat zie je in een aantal buurten, in een aantal wijken. Maar ja, het is natuurlijk heel moeilijk om zo'n virus buiten de samenleving te houden. En dus vanop het moment dat dat eigenlijk terug zou gebeuren, dan kan je er eigenlijk van op aan dat er onmiddellijk terug lockdowns zullen gebeuren, massale testingstrategieën. En die zullen eigenlijk maken dat die economie echt moeilijk kan hernemen. Ja. Ja, wat is de impact tot nu toe geweest op die Chinese economie? Hoe erg is het gesteld? Ja, een vrij grote impact. Een heel grote impact eigenlijk. Dat zie je vooral in de dienstensector en de bouwsector. Daar kan je eigenlijk zeggen dat de activiteit met meer dan 10% is gedaald al, als je het vergelijkt met de periode vorig jaar. Nu, natuurlijk, China had al een enorm forse herstelbeweging gemaakt de voorbije 2 jaar. Dus dat moeten we er wel bij zeggen. Maar toch, de klap is duidelijk. In de verwerkende nijverheid blijft de activiteit beter overeind. Dat wel, ook al omdat er bijvoorbeeld sprake is in sommige bedrijven van bubbels, waar dan eigenlijk medewerkers kunnen blijven werken. Maar het is zeker niet optimaal en die groeidoelstelling van 5,5% die eigenlijk nog altijd naar voren wordt geschoven, die zal zeker niet bereikt kunnen worden. Nee. En wat betekent dat dan voor de wereldeconomie? Dat is inderdaad een goede vraag. Ik denk dat we hier terug op het thema van inflatie komen. We hebben in dit format eigenlijk al verschillende keren gesproken over inflatie. Je had dan natuurlijk de forse vraaginhaalbeweging tegen voorraadketens die verstoord waren. Dan had je ook onderliggend een sterkere inflatiedruk, omdat de arbeidsmarkt ook heel fors verbeterd was. Dan had je natuurlijk nog de fors gestegen energieprijzen, voedingsprijzen. Dan komt de oorlog in Oekraïne daarbovenop. En nu China nogmaals, en dat is al enkele maanden bezig. Het begon met Hongkong, Shenzhen. Shanghai nu in delen van Beijing. Dus ja, dat blijft een situatie die maakt dat die internationale voorraadketens eigenlijk niet optimaal functioneren. En het risico is dat daardoor ook die inflatie langer aanhoudt dan initieel verwacht. Je hebt het daarnet al gezegd, de groeidoelstelling zal dit jaar niet gehaald worden. Welke maatregelen neemt het regime dan? Ze nemen wel een aantal compenserende maatregelen, zoals het dan heet. En dan gaat het eigenlijk in de eerste plaats over de reservevereisten van de commerciële banken. Die worden dan een beetje versoepeld. Nu zijn staatsgeleide banken natuurlijk in China. Dus dat maakt dat ze eigenlijk op die manier iets meer ruimte hebben om krediet te verlenen. Dus daar wordt wel de nadruk op gelegd. En ten tweede is ook zo dat Xi Jinping heeft zich uitgesproken voor een all-out infrastructure push, zoals het dan heet. Investeringen in watervoorziening, energie, mobiliteit, digitalisering ook. Maar het is en blijft allemaal een beetje vaag, hè. Dus we hebben niet echt weet van echte bedragen. En we gaan dat moeten afwachten. En ja, ten andere is het ook zo dat ja, net die infrastructuurinvesteringen, ja, dat eigenlijk ook ja, telken malen het instrument is waar China naartoe grijpt in een langer termijn perspectief. En het is eigenlijk ook daar waar zich stelselmatig altijd onevenwichten opstapelen. Dus ze kunnen daar ook niet helemaal voluit gaan, net omdat dat vaak ook op een schuldgedreven manier gebeurt. En natuurlijk, die Chinese economie die kampt natuurlijk al met vele schulden. Ja, Hans, en wat we ook niet mogen vergeten is dat Xi Jinping ook een nieuwe ambtstermijn ambieert. Ja, absoluut. Hè. Dus dat zit eraan te komen. Dat is op het einde van dit jaar. Dus dan hebben we het 20e Nationale Partijcongres. En ja, het is natuurlijk in die aanloop daar naartoe dat hij probeert toch zijn legitimiteit te vrijwaren. Hè. Dus dat is opnieuw die wankele evenwichtsoefening tussen de gezondheidssituatie enerzijds en de sociale economische impact anderzijds.
Als we nu kijken naar alles wat zich daar in China afspeelt, wat betekent dat voor jullie beleggingsstrategie? Ja, we blijven voorzichtig, hè. Dus dat is duidelijk. Dat is niet vandaag zo, dat is al enkele maanden zo. En China is daar één element van. Maar natuurlijk, in Europa hebben we de oorlog. Daar loopt ook zeker niet alles goed, wel in tegendeel. En dan hebben we in Amerika nog de moeilijke evenwichtsoefening tussen het onder controle houden van de inflatie en er anderzijds toch voor zorgen dat die economie overeind blijft. Dus de Fed staat daar voor een lastige opdracht. En dus dat blijft dus zeker op korte termijn de voornaamste reden waarom we onderwogen blijven in aandelen. Nu, op lange termijn kan je misschien toch nog altijd een zekere noot van optimisme behouden, net omdat die waarderingen de voorbije maanden toch net iets interessanter zijn geworden. Dat betekent ook dat we aandelen nog altijd zien als een belangrijke hoeksteen in die portefeuilles. Hans Bevers, bedankt. Tot de volgende keer.